De Eredivisie gaat na een half jaar afwezigheid weer beginnen. Maar hoe gaat dat in zijn werk nu het coronavirus nog onder ons is? Spelers en staf worden minimaal 1 keer per week en minimaal 24 uur voor de wedstrijd getest. De clubs betalen zelf voor de test die worden afgenomen van het bedrijf Eurofins. Bij een positieve test moet de speler in quarantaine. De wedstrijden gaan in principe altijd door. Alleen als een club wegens te veel besmettingen geen ploeg op de been kan krijgen, wordt een wedstrijd uitgesteld. Het is de bedoeling dat de Eredivisie dit jaar niet stopt. Er mogen nu toeschouwers bij zijn, dit aantal verschilt per stadion. Als alles volgens plan verloopt, kunnen er wellicht meer supporters worden toegelaten in de stadions. In slechtere tijden wordt er eventueel zonder supporters gespeeld, maar het voetbal gaat door. Clubs kunnen daarvoor dit jaar ook in andere stadions terecht. Stel je voor dat Zuid-Holland in een nieuwe lockdown komt, dan kan ADO Den Haag bijvoorbeeld zijn thuiswedstrijden in de Johan Cruijff Arena spelen. Alle clubs stellen hun stadion beschikbaar voor andere clubs. Verder geldt voor de spelers de bekende 1,5 meter afstand. Dit geldt op alle plekken, van de bus tot aan de dugouts. Fysiek contact mag alleen op het veld. Wat als er in de toekomst een nieuwe pandemie uitbreekt? Of als de situatie zo uit de hand loopt dat er toch niet doorgevoetbald kan worden? Pas als 85% van een seizoen is gespeeld, is een club officieel kampioen. En kunnen er ook clubs degraderen. Tussen speelronde 18 en 28 geldt de huidige stand als eindstand, zonder kampioen of degradante. Loopt het voor speelronde 17 al uit de hand, dan wordt het seizoen als niet gespeeld beschouwd.